Annemiek de Haan maakte vorig jaar tijdens de Olympische Spelen deel uit van de zilveren vrouwen 8. De 28-jarige roeister uit Amsterdam pakte er eerder in Athene al brons en vond het na Peking een mooi moment om te stoppen met roeien. In augustus kwam de Haan echter terug op haar besluit en stapte vol overgave de boot weer in. Ja, ik miste het gewoon. En ik dacht, nu kan het nog, dus waarom niet? Ja, het was wel lekker om ook even een jaartje tussenuit te zijn. En in het jaar dan realiseer je wel, oké, ik mis het toch wel een beetje. Fulltime werken is ook niet alles. Dus op zich wel lekker om eruit te zijn, want dan 4 jaar inderdaad door naar de volgende cyclus. Of Olympische Spelen, dat is best wel lang. Hoe was dat vorig jaar om 4 jaar lang te trainen naar een doel en dan een mooie zilveren plak te halen op de Spelen? Ja, heel mooi. Vooral omdat we die zilveren plak niet verwacht hadden. Dus het was wel echt, echt een onwijs leuke race. Ja. Ja, je bent nu weer begonnen, een nieuw traject, ook richting Londen. Is denk ik weer het einddoel, of niet? Ja, ik ga niet voor WK trainen. Dan ga je wel natuurlijk gewoon even nog voor de Olympische Spelen door. Ja. Ook collega roeier Arnoud Gredanus is na een rustperiode weer begonnen met roeien. Gredanus was tijdens de Spelen van Peking reserve voor de lichte vier zonder stuurman. Ja, dat was een hele aparte ervaring om daar natuurlijk in China bij te zijn. Ik was daar wel weliswaar mee als reserve. En dat gaat toch wel kriebelen op het moment dat je al die roeiwedstrijden voorbij ziet komen. Dus dat is ook wel een beetje in de gedachte gebleven om richting Londen verder te gaan. Ja. Je bent nu al een tijdje uit geweest, nu weer begonnen. Hoe is het om weer met roeien bezig te zijn? Super lekker. Ze roeien gewoon over het water gaan. Dat is echt, geeft je een gevoel van vrijheid. Afgelopen jaar wel heel veel andere sporten gedaan. Dus basisfitheid zit wel goed. Maar echt dat roeispecifieke fitheid, dat moet nog wel komen. En daar zijn we nu mee bezig om dat weer een beetje te bouwen naar afgelopen jaar. Ja, wat heb je zoal gedaan, zo tussendoor? Ik heb in ieder geval heel veel gefietst en hard gelopen. En zo nu en dan ook wel wat in de roeiboot gezeten. Maar een paar keer de triathlon en zo gedaan. En dat was me wel goed bevallen. Behalve het zwemonderdeel, dat mag nog wel een stukje beter. Maar dat is voor een roeier is dat misschien wat te veel gevraagd nog op dit moment. Dit weekend zijn de Nederlandse roeiers weer gestart met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Niet in de boot op het water, maar in het krachthonk op Papendal. Ja, meestal is een Papendal een beetje wel een soort van de kick-off. En krachttraining is wel een belangrijk onderdeel natuurlijk. Dus en dan beginnen we een soort van hier weer. Ja. Lijkt me toch moeilijk als je zeg maar veel krachttraining moet doen, terwijl je toch liever misschien in die boot zit en op het water bent. Ja, en vooral voor mij, omdat ik dan afgelopen jaar helemaal niet heb krachttraind. Ik heb wel wat geroeid. Dan is het wel pittig om het weer op te pakken. Dat valt dan wel even tegen. Dan moet je wel weer echt op nul beginnen. Maar dat hoort er dan bij.